Door de coronacrisis werd de film 2 keer uitgesteld. Maar vanavond ging de Rotterdamse komedie Casa Coco eindelijk in première. Het is een bijzondere, want dit is de laatste film waar Gijs de Lange in heeft gespeeld. En het is ook de laatste grote filmrol voor Joke Bruijs. Nou, we hebben een heel lekker gevoel. Ja. Dat het eindelijk gebeurt. We hebben heel lang gewacht. Het was echt wel, op een gegeven moment dachten, zou het nog gaan gebeuren. Maar eindelijk is het dan zover. Dan is de bende van ellende weer helemaal compleet. De hapjes op de tafel, Pina in de kam, stekker in de wifi en go! Bon dia, bon dia! In de film die grotendeels is opgenomen op Bonaire komen de oud-geliefde Joke Bruijs en Gerard Cox elkaar na lange tijd weer tegen als een Rotterdamse vriendenclub op vakantie gaat. En die hebben dit keer Gerard meegenomen. Niet wetende dat Gerard en ik iets hebben gehad 40 jaar geleden. Nou, en dat, daar gaat de film over. Nee, hè? Hey, Fleun, we zijn er weer. Leuk, hè? Dag, Tom. Dag, mevrouw. Het is een hele leuke film. Het is een gezellige film. Maar het is ook een heel ontroerende film. Er zit een verhaallijn in die mij althans heel erg raakt. Over dementie. Echt heel mooi. Gespeeld door Gijs de Lange. Die er niet meer is. Als je nog wil bommen, moet je het nou doen, zegt Paula. We gaan zo eten. Entertainment is het vooral. En dat is goed. Maar dan is Gijs, die geeft er toch ineens een soort dementie aan. Waardoor het ja, heel erg mooi wordt. En dat is vooral erg eigenlijk dat hij er dan niet is. Ik heb een hele mooie scène met Gijs de Lange die ons helaas is ontvallen. En daar ben ik heel erg trots op. Maar ik kan me wel voorstellen, zijn vrouw die hier ook is, die heeft gezegd... Alles mag uitgezonden worden, want het is zijn laatste hoogstandje. Dat is vooral erg eigenlijk dat hij er dan niet is. Dat hij dat niet meekrijgt. Maar ja, life is sucks. Vroeger zag je elkaar in de kroeg, nu zie je elkaar op de poli. Of bij de crematoria. Ja. Zo is dat. Gezellig. Nee, wij weten de stemming er wel in te brengen. Ja, vroeger in de discotheek en nu in de apotheek hoorde ik laatst ook iemand zeggen. Ja, het is niet anders. Ja, nou ja, het is een lach en een traan. En vooral door het overlijden van Gijs de Lange, die heel veel mensen zullen kennen uit Klokhuis, waar hij vanavond ook herdacht is. En voor Joke Bruijs, om gelukkig andere redenen, vrijwillig, kondigde die aan dat het haar laatste rol was. En moet ik zeggen, een indrukwekkende filmcarrière heeft ze niet. Pas de tweede film waar ze in speelde. Maar dit doet ze niet meer, zegt ze. Eigenlijk leek het erop dat ze de hele afscheid aankondigde een paar weken geleden. Maar op die schreden komt ze alweer een beetje terug. Want ze blijft nog wel zingen. En als er toch wel leuke dingen voorbij komen, kleine dingetjes, dan wil ze dit ook nog wel doen. Maar dit is de laatste grote filmrol geweest van haar. Dus eigenlijk was het vanavond ook een beetje haar afscheid in Rotterdam. Met heel veel collega's en vrienden. En Joke Bruijs, onafscheidelijk natuurlijk. Ondanks de scheiding van Gerard Cox. Zijn heel lang samen geweest en ook al heel lang uit elkaar. Maar zijn elkaar altijd op blijven zoeken. Moet je je voorstellen dat die serie Toen was geluk heel gewoon... met 16 seizoenen helemaal na hun scheiding gelopen heeft... dan kun je toch niet zeggen dat ze ooit van elkaar afgekomen zijn. Integendeel. Maar... En er zijn nog steeds uitspraken als... dat wel natuurlijk, die gebruiken wij thuis nog wel Toen was geluk heel gewoon. En het is een mooi verhaal. Het is op Bonaire opgenomen, heel kleurrijke film... met allerlei verhaallijnen door elkaar. En ik denk dat er absoluut een publiek voor is... wat hier vanaf donderdag voor naar de bioscoop zal gaan. Want dan draait hij. Als ik je goed hoor, als jij Joke Bruijs en Gerard Cox... nog één keer echt met z'n tweeën aan het werk wil zien... dan moet je naar deze. Dan moet dat hier. En je ziet ze eigenlijk nooit meer samen. Maar ja, het is zo'n bijzondere combinatie geweest in de Nederlandse showbiz. En die mensen zijn gewoon voor elkaar gemaakt. In ieder geval om op het toneel te staan en dat soort dingen te doen. Maar ja, daar houdt Joke dus mee op. En Gerard is 80 inmiddels. Dus die houdt dat ook een beetje meer voor gezien. Maar ja, het blijft een bijzondere combinatie, die twee. En altijd leuk om naar te kijken. Het zou toch mooi zijn als dit soort mensen nog wel het podium opgaan... met zo'n mooie, weet je, zo'n mooie voorstelling. Ja, hij is een paar jaar geleden nog in het theater geweest. Dan beginnen ze toch allemaal over hetzelfde. Dat ze om 3 uur in de auto moeten zitten... om 8 uur ergens op te kunnen. En het wordt wel heel zwaar voor iedereen. Dus eigenlijk is het weer zoals de artiestenwereld in de jaren 50... dat je moest blijven slapen in een plattelandshotelletje... om maar op tijd bij die voorstelling te zijn... Dat is weer helemaal terug. Maar de nieuwe generatie staat toch klaar? Die zagen we ook al een beetje. Naast Richard Groenendijk stond Katja Schuurman. En daarnaast stond natuurlijk haar dochter, Sammy. Die de hele cast ook goed kent...
omdat ze is meegeweest tijdens de opnames. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar er was toen ook heel veel gedoe over. Dat was toen net, toen heel Nederland in lockdown was, postte Katja een foto lekker op het strand op Bonaire. Sammy was daarbij, ook haar dochtertje Coco was erbij. Maar die is pas 2, dus dat was nog een beetje jong om die mee te nemen naar zo'n première. Maar Sammy kijkt daar haar ogen uit, kende dus ook iedereen, omdat ze daar heerlijk wekenlang op dat eiland hadden vertoefd samen. En Sammy lijkt toch een klein beetje in de voetsporen van haar beroemde moeder te willen stappen. Kijk maar mee. Dus jij denkt van, nou ja, zo'n baan, hè, zoals mijn moeder, die wil ik eigenlijk ook wel. Ja, echt graag. Ja, het lijkt me heel leuk om zeg maar gewoon ook met andere mensen gewoon te zijn. En gewoon acteren lijkt me gewoon heel leuk. Ja, ben je ook echt die kant op? Ja, het liefst wel, ja. En van de moeders daarvan? Als ze maar gelukkig is. Dat wel natuurlijk, zou Jaap zeggen. Precies. Toen was geluk heel gewoon. Precies.